In het Theaterhotel is tot en met zondag de reizende tentoonstelling Real Human Bodies te zien. De studenten van het ROC Hengelo richting verpleegkunde kwamen kijken. Nou, we zijn hier vanwege een excursie die onze lerares heeft geregeld naar bodies hier in Almelo. Omdat we dan wat meer verdieping en meer beeld hebben, zeg maar, bij de theorie die we krijgen. Zoals wij dus vakken krijgen waarmee we het lichaam leren kennen. Nou, het boek is altijd wel een goed plaatje van dit is het plaatje van zo ziet het eruit. Maar in werkelijkheid, omdat het lichaam gebruikt is natuurlijk, zie je nu hier overal echt precies hoe het eruit ziet. En dat is wel heel gaaf om te zien. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien, maar ik word er ook wel een beetje misselijk van eigenlijk. Ja. Dus ik vind het wel heel knap hoe ze dit allemaal toch wel mooi hebben neergezet wel. Dus je krijgt niet een goed beeld als je dat allemaal op plaatjes ziet in het boek, weet je wel. Je ziet nu gewoon echt hoe het lichaam in elkaar zit. We are doing the setup for the exhibition here and the promotion. We are traveling around with the exhibition here in Nederland.